Het lijkt erop dat we dit weekend eindelijk weer op natuurijs kunnen schaatsen. En dan zal dat voor de meesten van ons wel even geleden zijn. Dus om blessures te voorkomen en de techniek even op te frissen, heb ik de hulp ingeschakeld van marathonschaatser Bob de Vries. Bob, wat doe jij voor je het ijs opgaat? Nou, de allerbelangrijkste is natuurlijk je schaatsen zelf. Daar begint het allemaal mee. En voordat je het ijs opstapt, loop je vaak nog een stukje over de kant. Dus doe daar even de beschermers erom. En scherpe schaatsen, dat scheelt een heel stuk. We zijn hier natuurlijk in Tialf en daar is het lekker warm. Maar buiten, daar, als het natuurijs ligt, vriest het natuurlijk. Dus ja, je moet goed om je kleding denken. Ik heb nu dunne handschoenen aan, die kunnen wel uit. We trekken daar op natuurijs even een paar dikke handschoenen aan. Want buiten het feit dat ze lekker warm zijn, is het ook heel veilig. Wanneer je valt en iemand zal op je handen gaan staan, dat scheelt altijd een heel stuk natuurlijk. Dat er niet in je vingers gesneden wordt. Daarnaast moet je erom denken dat je nou, een lekkere warme muts opzet. En je ogen niet vergeten. Je kan een bril opdoen. Ik heb verschillende mee. Je kan, wij hebben, als het echt koud is, dan doen we de... Oh, nou, ik doe het zo. Ze hebben de skibril op. Enigszins overdreven misschien in Nederland meestal. En anders een gewoon sportbrilletje. Altijd goed. En dat scheelt geen koude wind op je ogen en dat scheelt altijd. Nou zal het voor veel mensen, inclusief mijzelf, al een tijdje geleden zijn dat ze op het ijs hebben gestaan. Waar moet je dan op letten? Nou, als je het ijs opstapt, direct het eerste wat je moet doen is een beetje door je knieën buigen. Wat ik soms wel zie is dat mensen als ze het ijs op gaan, dan vallen ze achterover. Maar zolang je zorgt dat je een beetje door je knieën buigt, kan je gewoon bijna niet achterover vallen. En dat scheelt een heel stuk. En verder, wat zijn dan veel gemaakte fouten? Nou, wat veel mensen willen toch in het begin al direct te snel. En het is geen hardlopen van hoe harder je voeten beweegt, hoe sneller je gaat. Vaak als je een beetje rustig afzet in één keer, dan merk je dat je heel hard vooruit glijdt. Nou, dat is juist het leukste natuurlijk. Daar hoef je het minste voor te doen en dan kan je het meeste van het schaatsen genieten. Top, we gaan het proberen. Op deze zijn we natuurlijk allemaal begonnen, maar zou je ze aanraden voor kinderen of moeten ze meteen op schaatsen? Nee, zeker. Dit is heel mooi om te beginnen. Wij hebben zelf, voor de allerkleinste heb ik nog deze, met dubbele ijzertjes eronder. En dat is, maar ja, dat blijft meer lopen. En als ze iets ouder zijn, dan is dat echt het instappetje, zeg maar. En dat gaat heel mooi. En als ze dan vaak gaat het met schaatsen iets gevorderder, dan krijg je al een vaste schoen met schaats. Eigenlijk wat ik aan heb. Ja. Ja, en dat is heel lekker. Die zijn ook heel lekker warm en dat is ook nog ideaal. Iedereen kan schaatsen en ben je heel erg onzeker, kan je zelf nog achter de stoel beginnen. En het sfeertje op het ijs, dat is altijd zo gezellig. Dus ga er allemaal in ieder geval heen en probeer het een keer. Kan je altijd kijken of je het leuk vindt. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.